Dat is mijn moeder en ik. En ja, we waren eigenlijk aan het dansen, zeg maar. Ze hield me zo vast en dan ging ze zo rondjes draaien. En dat was in de Dominicaanse Republiek ook. En ik vind het ook zo'n mooie foto, omdat we allebei zo... Ik weet niet, lijkt zo... Oh, blij en shit. Ja, man. Ja, ik maak muziek. En ik ben een DJ. Ja, eigenlijk wil ik niet echt zeggen dat ik een DJ ben, maar ik speel eigenlijk meer mijn eigen tracks. Ja, ik heb die kans gekregen, dus ja. Y tú puedes decir lo que es un matón. No. No. No sé decir esto. ¿Eh? No sé. Esa música de tu base. Ah, por qué. Ja, maar wat gaan we niet van veel van school, die mensen. Maar ja, gaan jullie met hun muziek? Nou, ik herinner me nog van die eerste tour dat ik had gedaan in Amerika. Dat was eigenlijk geïmproviseerd. Want ik had 300 euro of zo. En het ging toen net een beetje goed. Maar het was wel mijn laatste geld. En dan heb ik het aan een paar mensen gezegd van oké, dat ga ik nu doen. En kunnen jullie misschien helpen? Dus dan bleef ik één week daar bij Heartbreak. En dan was ik naar Diplo gegaan in Los Angeles. Dan was ik daar ook ongeveer een maand. En dan was ik ook bij Devinada daar in Los Angeles. En ja, ik ging dan heel het land eigenlijk door. Eigenlijk geïmproviseerd. Hier in Nederland is het niet echt... Ja, ik weet eigenlijk niet waarom. Misschien omdat het nu een baton is of zo. Ja, ze afgelopen was ze zo ziek geweest daar en ik was helemaal ongerust. Ja. Oh, wacht, dit is Heartbreak. Hallo? Hey, kan jij Heartbreak ophalen en dan betaalt hij je gas? Waar dan? Brussel. Nee. No. Ja, hij moest een nieuwe vlucht hebben. Want die vlucht die hij had, die kon hij niet meer nemen. Dus moet hij nu via Brussel en dan, ja, dan moet ik... Oh, fuck, weer. Wacht even. Ik moet hem nog even zeggen. Wacht. Hallo? Ik kan er wel van leven. En dat had ik ook eerst niet verwacht. Dat je gewoon een anderhalf jaar geleden, dat niemand echt naar je muziek luisterde en zo. En dat iedereen had zo van, ja, dit is echt bullshit. En dan nu opeens dat iedereen dan zegt van, hé, dit is echt de shit, man. Het is wel raar, maar het is wel echt, ja. Momentan is something different to each person. To myself, it's a fusion of dance hall and Latin rhythms with you know, elements of hip hop, with elements of drum and bass, elements of dubstep and especially elements of Dutch house as well. Ja, mijn broer had me Acid Pro gegeven. En dat is een programma waar je dan muziek mee maakt natuurlijk. En bijna niemand gebruikt het meer. Maar ja, ik ben altijd bij dat programma gebleven. Mag niet zo. Hier heel klein. Het is, hier maak ik mijn tracks, maar het is niet echt een studio zo. Munchi as a person, he's very eclectic and, you know, left field and very unorthodox in his methods. What he's able to relate through music is just like, it's just like unreal. And so you'll see it. I mean, I predict in the next 5 years, he's probably going to be one of the best, well, he is going to be one of the best producers in the world. Nou, ik denk dat het nog groter gaat worden eigenlijk. Want een soort van die innovatie zit al gewoon in het genre zelf. Er komen steeds meer mensen bij. En die horen dan dat het niet alleen maar reggaeton en house is, maar dat het echt gewoon veel meer is dan dat. En dat het eigenlijk veel breder is dan heel veel andere genres.
Ik denk dat het deze is. Huh? Toch? Deze. Ja, ja. Oh, kijk, dit is haar favoriete track. Oh. Of één van, toch? Nee? Eén van de favorieten. Oh, oh oké. Okay. Ze houdt van alles daar. Van deze zijn de alles. Ja. Maar ik heb een EP die ik nog moet maken of uitbrengen. En het heet, ik heb nog niet echt een titel ervoor, maar tot nu is de titel Fucking Up Your Mom's Favorite Tracks. Oh, en deze wil zij heel graag dat ik ga opzetten. Dat is die track die zij altijd zei van, ja, kan je nog een keer spelen? Dat is reggaeton. Yeah, I would think he's still a mama's boy. Yeah, he's still very, you know, down to earth, and you know his mom does make sure that, you know, he's not running around the world disappearing and stuff like that. So. Oh. Die pikante shit. Ah, ja, zie ze me voor. Nee, ik had het kip gegeten, daarom.